En iedereen gaat daar ook in komen, hierop. Want Nederland heeft ook nucleaire bommen. Ja, al die Europese landen hebben hun nucleaire bommen. Dus hun gaan ook gaan vechten. Dus je als je denkt dat je hier safe bent, haha. Ja, boom! Also, de Most High gaat dan die niet Rusland dan opwekken om die nucleaire bommen te schieten naar Amerika. Want als Amerika Iran invalt, dan komt World War 3. Waarom? Rusland heeft geïnvesteerd in Iran. En dan gaan die Amerikanen daar zo in Iran shit starten. Dat betekent dat die Russen dan moeten dealen met die Amerikanen hun geld. En dat willen ze niet. Want ze hebben de dollar al afgeschaft. Dus ze dealen niet meer in de dollar. En Amerika is Babylon the Great. Virgin dollar Babylon. Joel chapter 3 verse 1. For behold, in those days and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat. The valley of Jehoshaphat is daar zo in the Middle East. The Most High, hij doet het nu al. Alle troops van de wereld beginnen al daar zo te vormen, een groep te vormen daar zo voor die World War 3. I will also gather all nations and bring them down into the valley of Jehoshaphat. Alle nations zijn nu al daar zo, maar er gaan nog meer komen om die World War 3 te starten. En iedereen hier zo gaat geraakt worden door in Amerika gaat geraakt worden door de missiles. En alleen de elect gaat het redden. Hoe? Spaceships. Dit is helemaal grappig voor jullie. Spaceships gaan komen en dan gaan ze de elect beamen in hun spaceships, de chariots of Israël. Kijk, Moabites lachen. Dit zijn Moabites. Dit zijn incestbabies. Hun voorvader is een black man die seks heeft gehad met zijn eigen dokter. Schoenmaker. And will plead with them for death, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. And they have cast lots for my people and have given a boy for a harlot. It's a demon. It's a Hamite demon. And sold a girl for wine that they might drink. Ze hebben onze mensen verkocht en op auction blocks. Dat betekent ze gingen bieden. Ze zeiden van, hey, 300 voor 300, 300, 400, 400 voor die. Een glaasje wijn voor die. Dat deden ze met onze mensen. En dat is niet eens 400 jaar terug. Dat is hoe ze ons hebben verkocht. Zelfs 100 jaar geleden was het. Maar wanneer wij erover praten, zeggen ze zo, we moeten het vergeten. Maar wanneer ze over die witte joden praten, dat is 60 jaar geleden. Die van ons was fucking 100 jaar. Oké, 40 jaar langer, toch? Check deze shit. Ze willen elke jaar willen ze reparations voor die joden shit wat ze mee hebben gemaakt. Maar voor ons niks. Maar de Bijbel zegt, wij gaan ze in slavernij zetten. Dus we hoeven je reparations niet, je geld, je zilver en dat soort dingen. Want wanneer die oorlog komt, die andere witte mensen van Rusland, die gaan vechten tegen die Amerikanen. Hun gaan ook geen zilver of goud aannemen. Ze gaan je gewoon schieten. En hun zijn al een lange tijd tegen elkaar. Al sinds de Koude Oorlog. En ze waren elkaar aan het bedreigen met atoombommen. Maar vandaag, deze dag, zijn er geen atoombommen meer, maar nucleaire wapens. Nucleaire bom. Joel chapter 3 verse 13. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe. Come, get you down, for the press is full, that fats overflow, for their wickedness is great. Multitudes, multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decision. The dag van de Most High is dichtbij. Isaiah
Isaiah chapter 30, verse 9. Behold, the day of the Lord comes, full forth with and fills anchor. You lay the land desolate, and he shall destroy the sinners. That behold, the day of the Lord cometh, cruel and with wrath. Ze zeggen toch, God is alleen liefde. Jij bent fucking dom. Waarom? Ja, dan heb jij meer emoties dan God. Dat kan niet. Hij haat ook. En hier staat, de dag van de Lord dat gaat komen, hij komt met wrath. En met hatred. En met anger. En fierce anger, fury. Voor die dingen wat die mensen met ons eraan hebben gedaan. Jullie gaan branden. En er bestaat geen hel. Jullie gaan branden in die nucleaire vuur. Dat gaat komen. Dat gaat jullie lake of fire zijn. Vuur. Hier staat beschreven wat er met je gaat gebeuren wanneer die nucleaire bom je mars raakt. Zechariah chapter 14, verse 12. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Dit is de vloek dat die mensen gaan krijgen die tegen Jeruzalem gevochten hebben. Dat betekent alle andere rassen behalve de Negro's, Latino's, Indianos en Mexicanos. Mexicanos zijn ook Indianos, maar ja, ik meld je. En die Colombianen, en die Cubanen, en de Seminole Indians, en de Portugezen, Puerto Rico, die ook, zijn onze mensen allemaal, zijn allemaal slaven geweest. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Dit is Jeruzalem, die mensen die tegen ons vechten, tot en met nu. En die tegen ons gevochten hebben, gaan deze vloek krijgen. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet. Je vlees zal wegrotten terwijl je op je voeten staat. Wat voor wapen kan dat doen? Een nucleaire bom. Wanneer het daar zo afgaat, tegen de tijd dat. Dus die wind alleen gaat je laten verbrijsteren van die nucleaire bom. Laat staan dat vuur. Laat staan die bang zelf. Dus er zijn drie dingen die je gaat raken. Als je lang genoeg staat, de wind, de vuur en die bang zelf. And their eyes shall consume away in their holes. Je ogen zullen consumen. Ze zullen verbrijzelen gewoon. Je ogen zullen wegverbrijzen, maar dat is tweevoud. Hoe? Je gaat niet meer in de... Al je plannen voor de futures gaan ook direct weg. And their tongue shall consume away in their mouth. Je tong zal ook vernietigd worden. Dus het zal wegsmelten. En dan kan je ook geen shit meer praten. Voor de future. Kom niet maar, wat moet ik? Lees nog een keer. Ja, hij is klaar. Ik heb wel een sketch voor je. Jeremiah chapter 13 verse 16. Therefore, all they that devour thee shall be devoured. And all thine adversaries, every one of them, shall go into captivity. Al die adversaries van deze nations zullen in slavernij gaan. Volgens de Bijbel. And they that spoil thee shall be a spoil. Al die mensen die ons geroofd hebben, bijvoorbeeld Nederland, ook, want hierzo hebben ze tot de dag van vandaag stelen ze al het goud in Suriname. En als je zelf daar woont en je gaat goud zoeken, schieten ze je neer. In jouw land. Dus ze stelen onze shit nog steeds tot de dag van vandaag. En volgens de Bijbel gaan ze branden daarvoor. Niet in hel. Gewoon nucleaire bommen, want er bestaat geen hel. Hel betekent de aarde. Ja, de woord hel betekent grave. Het betekent de dood. Er is geen hel. Iedereen die dood gaat, gaat naar de spirituele wereld. Ja, dat is zeker.
And they that spoil thee shall be a spoil, and all they that prey upon thee will I give for a prey. Al die mensen die nu op ons voeden, bijvoorbeeld ze komen in onze buurt op. Wij hebben geen eens winkels en zo, al dat soort dingen. Ze voeden op ons, bijvoorbeeld die Chinezen, die Arabieren, die Pakistanen, wat nog meer. Alle andere rassen die gewoon in onze buurt komen en dan verkopen ze hun shit aan ons, ze voeden van ons af. Dat betekent, wij gaan... Mensen die ons willen doden, dan moeten ze zeggen, ga ons als hun als kosten. Dat betekent, al die dingen die hun nu doen, gaan wij terug, we gaan ze terugpakken voor die dingen. Ze willen op ons voeden, wij gaan op hun voeden. Dan kan je laten zitten. Ja. Obadiah chapter 1 verse 18. And the house of Jacob shall be a fire. The house of Jacob is dit. Benjamin, Judah and Levi. Dat zijn de zogenoemde Negro's. De Haitians. En de... Jamaicana. That is the house of Jacob. And the house of Jacob shall be a fire. Wij zullen dat een vuur zijn. And the house of Joseph a flame. The house of Joseph zijn die andere 9 tribes. Zijn die andere 9 tribes in de Puerto Rico's zijn hun head. Zijn de head, de hoofd van hun, van al die andere 9 stammen. En Judah is de hoofd van de andere 2 stammen. Van Levi en Benjamin. And the house of Esau for stubble. En die zogenoemde witte mensen, hun ras, zullen dan stubble zijn. Stubble is wanneer je iets gebrand hebt. Want Judah is een flame en Joseph is een fire. En dan gaan ze Esau branden. Voor die dingen wat ze hebben gedaan in slavernij. Maar die andere rassen zitten er ook tussen. De Afrikanen, de Arabieren, de Hindustanen, de Aziaten, hun ook. Maar nu praat het even over die witte mensen. And they shall kindle in them and devour them. And there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord have spoken it. Die zogenoemde witte mensen zullen na 1000 jaar vernietigd worden van de aarde. Volgens de Bijbel. Na 1000 jaar slavernij. Voor die dingen wat ze met ons hebben gedaan. Ja, maar hey. Obadiah, chapter 1, verse 3. The pride of their heart hath deceived them. De trotsheid van hun hart heeft hun misleid. Want als je goed kijkt, die witte mensen zijn de trotste mensen hier op aarde. Ze komen in je land, ze nemen je shit en dan claimen ze het. Bijvoorbeeld, rock and roll. Rock and roll was black made. Wij hebben dat gemaakt. Nu zie je alleen hun. Maar hun zetten Satan erin. Altijd heel Satan en dat soort shit. Muziek hebben wij gemaakt. Wij hebben die instrumenten gemaakt. Maar hun zijn trots. Bijvoorbeeld die film Blues Brothers. Je ziet alleen witte mensen in die shit. En aan het einde zie je donkere mensen. Ze nemen je shit over, dan wissen ze je weg. Door dat dwelt in de cliff of the rock. Hij dwelt in de cliffs van de rotsen. In de gaten in de rot, in de steen. Welke ras op aarde was een caveman? Witte mensen. Dat staat in de Bijbel. Hij is de enige ras op aarde die een caveman was. Maar hij noemt niggas monkey. Maar hij was... hij noemt ons monkey, maar hij komt uit de cave. Hij had haren en shit. Zijn cave people. Whose habitation is high? Zijn habitation is hoog. Want in de Bijbel staat, je mag alleen een huis bouwen tot 3 hoog.
Maar zij hebben deze in zijn haai. Dus hier laten ze je zien wie die witman is. Hij bal altijd hoge shit.